Mijn naam is Jonathan de Noet en ik ben dive master bij Fata Kwana. 5 jaar geleden heb ik mijn eerste duik gemaakt. Dat was in Egypte, op de Rode Zee. En sindsdien helemaal verslaafd eraan geraakt. Het is ook direct een waarschuwing. Begin er niet aan. Ofwel, ja, het is maar wat je wil. Super verslavend. Ja, ik probeer zoveel mogelijk dan ook in het water te liggen. Doe je dat dan ook in Nederland? Ja, dat doe ik ook in Nederland. Super gaaf. Duiken in Nederland is super vet. Je hebt hele mooie zoetwaterplassen waar je heel veel kan zien. Maar ook Zeeland bijvoorbeeld. De Geveling is prachtig, de Oosterschelde. Heel veel te zien, super gaaf. Ook soms super koud, dus je moet wel een beetje tegen de kou kunnen in de winter. Maar daar hebben ze hele mooie droogpakken voor. Wat vind ik ook nog zo mooi aan dat duiken, is dat gevoel van gewichtloosheid. Je ligt in dat water en je bent helemaal gewichtloos. Je zweeft als het ware door het water heen. En dan zegt ze Jonathan, ja, maar dat doen de astronauten toch ook? Ja, astronauten voelen zich ook gewichtloos, maar ik ben dat eens uit gaan zoeken. Een ruimtereisje naar het ISS kost 58 miljoen euro. Heb ik niet liggen? Heb jij vast ook niet liggen? Heb je het wel liggen? Bel me even. Het is voor mij de keuze geweest of ik betaal 58 miljoen die ik niet heb, of 409 euro voor een open watercursus. 58 miljoen. 409 euro. Ja, de keuze is snel gemaakt lijkt mij. Duiken is super vet. In Nederland, in het buitenland. Doe het gewoon een keer. Probeer het gewoon een keer. Doe dat gewoon bij ons. Is leuk. Doe dat met je vriend, met je vriendin, met je vader, je opa, je oma. Maakt me niet uit. Doe het gewoon. Is vet. Leuk. Oké, dit filmpje gaat inmiddels al veel te lang duren. Daar moeten we gewoon wat aan veranderen. Ik moet dat water in, want dit is helemaal niks. Hartstikke mooi uitzicht natuurlijk, hè? Den Haag, mijn startje, prachtig. Maar we moeten gewoon dat water in, dus dat gaan we ook fixen. Je ziet natuurlijk al iedereen met talkpoeder aan de slag met die droogpakken. Zwitsaltje, lekker man. Kun je ook gebruiken. Ik heb al zo in mijn vingers. Ik ga maar niet zeggen waar het op lijkt. En dan pak je je moutje. Kijk, en dan ga je er heerlijk in zo. Lekker man. Dan glijdt zo je handje erin dadelijk. Perfect. Ik doe altijd weer iets te veel. Ik heb voor mijn weeshuis op mijn handen zitten inmiddels. Maar het zou moeten werken. Hup. Pakken we het mouwtje vast. Arm naar binnen. Zorg dat je rits goed zit. Dat je velf boven zit. En dan laat je hem los. Voordat je bij je ziel aankomt. En let op. Let op. Schuift je er zo op. En het is niet schadelijk voor je ziel. Droogpak je ze inmiddels aan. Het is tijd om te gaan. Dat rijmt. Was hem dan weer.
Nogmaals jongens, duiken in Nederland is super vet. Dus wil je dat gewoon een keer meemaken? Ga dan even naar www.vataquan.nl. Doen.